zien. Luister, wie van jullie heeft de Ziggo-bus buiten zien staan? Ja, dan kon je eigen verhalen kwijt, liedjes waar je iets mee hebt, waar een verhaal achter zit. Ziggo en ik waren zo nieuwsgierig naar jullie verhalen, omdat we natuurlijk niet voor niets over 1000 spiegels hebben. Maar wij benieuwd naar jullie verhalen. We hebben er vanmiddag in de pauze een paar keer net kunnen zien. Dat is niet vanmiddag, maar dat was vanavond. Hey Marco. Maar die verhalen zijn bijzonder. En ik heb er eentje uitgepikt. Dat was, even kijken, was Cindy Veldman. Cindy, waar zit je? Als het goed is, is er ergens een lampje op jou te... Oh, zo, daar ben je, helemaal achterin. Hallo Cindy. Cindy, wat was nou het geval? Jouw verhaal, we hebben het allemaal kunnen zien, was dat je had 2 weken na dat wij getrouwd waren, had je dezelfde, ongeveer dezelfde bruidsjapon als Leontien. Dat kan bijna niet, hè, want mijn moeder heeft die zelf ontworpen, maar dan nog, je had hem ongeveer dezelfde. En ook de band speelde nog eens Dromen zijn bedrogen. Daar had jij niet zo'n lekkere smaak van in mond. Dat klopt, hè? Dat vind ik toch gek. Er zijn nu zo'n beetje 1800 mensen die jouw kant op komen. Die zeggen, wat was dat dan daar? Nee hoor, ik wil je uitnodigen om in het Ziggo Dome. Ben je mijn gast? Je krijgt, dan kan je met je man komen. Daar is mijn vrouw ook. Kunnen we nog even nabomen over jouw trouwjapon? Lijkt me ontzettend leuk om je daar te ontmoeten. We zijn natuurlijk nieuwsgierig aan het rest van het verhaal. Maar ik zing van dit liedje speciaal voor jou. Geen hoop op wat dan ook.